Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het trekt tamelijk veel bewolking over het land. Maar het zijn ook grotendeels stapelwolken. En daarboven zit wat hogere bewolking waar de zon nog wel heel redelijk doorheen schijnt. Met name in het noorden van het land komt nog een enkele bui voor, maar die gaat aan het einde van de middag wel verdwijnen. Vanavond ziet het plaatje er dan zo uit. In het noorden de meeste opklaringen. en nog wat zon, maar in het zuiden begint de bewolking flink toe te nemen. Halverwege de avond is het denk ik tot het midden van het land gevorderd die bewolking. Halverwege de avond is het een graad of 20 en de wind neemt af naar zwak of matig. Komende nacht veel wolkenvelden. De meeste opklaringen zijn dan nog vooral in het westen en noordwesten van het land te vinden. Uit het wolkendek zou met name in Limburg later in de nacht dan spatregen kunnen vallen. Minimumtemperatuur komt uit rond 15 graden. Morgen overdag hebben we nog steeds te maken met veel bewolking, zeker in de oostelijke helft van het land. In het noordwesten is de meeste ruimte voor zon. Daar blijft het ook droog in die oostelijke helft in die bewolking. Daar zit ook af en toe wat buigeneerslag neerslag die verspreid voor gaan komen. Het is nog wel vrij warm, tenminste het wordt 21 tot 24 graden. Er staat weinig wind verder. De wind is eerst veranderlijk, later draait hij naar een westelijke richting. Dan dragen we daarna woensdag ook nog tamelijk veel bewolking, met name in de zuidelijke helft van het land. In het noorden is meer ruimte voor zon. Lokaal misschien een spakje regen uit het wolkendek in het zuiden. Maar voor de rest is het droog bij een middagtemperatuur rond 23 graden. In de nacht naar donderdag en donderdagochtend gaan de flinke buien over het land trekken. En dan, en als die buien zijn weggetrokken, dan breekt de zon alsnog even door. En dan kan er misschien in het oosten nog een onweersbui ontstaan. Maar met redelijk wat zon later in de middag wordt het uiteindelijk nog zo'n 22 tot 24 of plaatselijk 25 graden. Wat wel opvalt is de wind die draait naar de zuidwestelijke richting en gaat flink toenemen. Naarmate gaan ze krachtig, kracht 4 tot 6 ook op donderdag of vrijdag nog een vrij stevige zuidwestenwind. Een paar buien met name in de noordwestelijke helft van het land. In het zuiden wat meer zonneschijn. Verder een middagtemperatuur rond 21 graden. En als we dan nog even wat verder vooruit kijken in de 15 daagse, dan zien we dat ja, zomerse temperaturen zullen voorlopig nog niet in ons land te vinden zijn. De middagtemperatuur ligt veelal rond of net iets boven de 20 graden en dat is over het algemeen toch nog iets aan de lage kant voor het begin van Augustus. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl